ben onderweg naar Lienden. Daar wonen Eef en Evert alweer zo'n 3 jaar in een sfeervolle huurwoning met oprit. En die oprit die delen zij met hun buurman, meneer Van Soest. Op zich geen enkel probleem, zou je denken. Maar als Eef en Evert op een ochtend terugkomen van hun wekelijkse boodschappen, dan zien ze dat hun vriendelijke buurman een hekwerk heeft geplaatst midden op de oprit. En daar zijn Eef en Evert absoluut niet blij mee. Dus hij heeft de hekken daar neergezet omdat hij wou hebben dat wij de auto daar niet meer parkeerden. Nee, daar was je op tegen. De buurman in kwestie, meneer Van Soest, vindt op zijn beurt dat de buren er een zooitje van maken. Sterker nog, hij vindt eigenlijk dat ze niet in deze buurt thuis horen. Nee, die horen hier niet thuis, die buren. Maar die horen in Afrika tussen de leeuwen thuis. Inmiddels vliegen de beschuldigingen over en weer over het hekje en praten de buren nog nauwelijks met elkaar. Kortom, het is de hoogste tijd dat meester Visser afreist naar Lienden en een einde maakt aan dit grensconflict. Nou, ik ben Eef. En ik ben Evert. Kom eens, het is een heel rustig woonhoekje. Heerlijk. Hij is morgen vroeg opkomen om 11 uur, zeg maar, en dan kwam met de hond eruit. Dan hoor ik de vogels aan fluiten. Nou, dat vind ik gewoon gezellig. Het was hier altijd een rustige buurt. En toen de buren toen weer echt gekomen zijn, is het waardeloos geworden. Dus, en daar mogen we nou mee leren leven. Als je hem ziet lopen, is het best lief mannetje. Maar volgens mij is het een grote tiran. Met zijn rollatertje. En zijn scootmobieltje. De buurman maakt er gewoon een puinhoop van. Hij doet wat hij zelf wil. En door de rommel die er lag bij de buren, heb ik een hek geplaatst. Kijk nou daar, joh. Dat was een hekje. We parkeerden altijd onze auto hier dus aan de zijkant. En dus op een gegeven moment was je nekker dat hekje aan het zetten. Dus we konden hem niet meer er neerzetten. Ja, we kunnen hem wel neerzetten, maar we kunnen er niet uit. Ik kan er niet uit, sorry. Ik kan niet begrijpen waarom dat dit probleem was zijn, de hekken. Ik kan hier geen krabier uithalen. En ik kan er ook de tas met boodschappen er niet uithalen. Daar moet je ook eens begrip voor hebben. De buurman is wel een klein kind. Nee, meer kan ik er niet van zeggen. En zei dat ik het niet weghaal. Ik zei, dan koop ik een keer een slijplog. Ik zei, slijp ik al die ballen eruit. Ik zei, nou ben ik in het zat. Nou, daar zijn we dan. In het mooie Lienden. Midden in de Betuwe. Maar helaas, van een echt fris en fruitige burenrelatie is geen sprake. Eens even kijken waar we zijn. Daar wonen Eef en Evert. En daar woont buurman Van Soest. En het kan niet missen, dit hekwerk, dat is het grote probleem vandaag. Hier draait het om. Nou goed, ik stel voor dat we het vanaf nu gewoon een hekje noemen. Ik ga eerst naar die kant eens even een kopje koffie drinken. Och, nou, een stukje tuindecoratie naar de mensen toe. Hartstikke gezellig. Als je tenminste van kikkers en paddenstoelen houdt. Goedemorgen, Victor. Nou, ik ben nog niet vaak zo vrolijk onthaald. Echt waar, niet? Nou, beter toch? Ja. Hoi, Evert. Goedemorgen, Victor. Goedemorgen. Ik wil jullie eigenlijk gelijk meenemen naar het, naar de hoofdrolspeler van vandaag, het hek. Hier draait het allemaal om, hè? Ja. Het hekkie van de buurman. Ja. Want dit was vroeger één oprit. Helemaal open. En wat voor last hebben jullie van het hekje? Nou, ik kan de auto hier niet meer neerzetten. En dat is het punt. Want het is te smal geworden. Ja, veel te smal. Laten we eens even kijken. Vroeger zette je dus de auto, die rode die hier staat, die reed je hier gewoon zo in. Ja. En dan stond hij hier. Ja, en dan kon ik allebei de deuren opengooien. Dus, en dat kan nou gewoon niet meer. We
kunnen de deuren niet opengooien. Dan moet hier de koffer via het raam, maar dat is ook geen gedoe. Ja, het kan wel, maar ja, ik ben geen Dux of Hazard. Niet in de ramen en klimmen. Neem mij eens mee naar de bewuste dag van het hek. Jullie waren geloof ik boodschappen doen, hè? Ja, wij gingen boodschappen doen. En nou, we gaan boodschappen doen. En we komen terug voor boodschappen doen. En meneer was het hekje aan het zetten. Dus we konden er niet in. Hé, hey, Evert, had er een hekje neergezet, joh. Hoe kan je dat nou doen? Ja, dan moet je hem vragen, hè? Waarom dat hij dat neergezet heeft? Hij had ook al die klinkers eruit getrokken. Maar die heb ik allemaal zelf druk moeten plassen. Hij had de hele stoep helemaal overhoop gehaald en niks teruggelegd. Wat heb je toen gezegd? Ik zei, nou, buurman, ik zei, waarom heb je de hekje nou neergezet? Ja, Evert moet die auto hier wegzetten. Ik zei, die auto wegzetten. Ik zei, ja, waarom dan? Ja, die auto moet weg. Hm. En waarom dat hij er last van heeft omdat die auto hier staat? Joost mag het nog weten. Geen idee. Vanaf dat de buurman dat hekje er neergezet heeft, dan praat ik niet meer met hem. Want ik vind het gewoon niet kloppen. Is het een beetje een zeur? Een zeikert is het. Een vieze vervelende zeikert. Ik dacht, ik brak koud netjes. Ja, ik niet. Een vervelende zeikert is het. Nee, hij staat er altijd bij voor dat hij de koning van de straat is. Maar dat is hij gewoon niet. Dan had hij moeten solliciteren bij het Koninklijk Huis. Als minister-president of zo. Ja, dat is een goeie. Nou goed, tot zover het hekje. De auto kan hier dus niet meer staan en nu staat hij daar. Ja. Maar op zich prima, toch? Nee, dan moet hij ook weg. Moet hij ook weg. Ja, dan moet hij ook weg van de buurman. En waarom mag hij hier niet staan van de buurman dan? Ja, dat weet ik ook niet. Want hij kan met zijn eigen auto, dan kan hij er goed uit. Want dan komt hij hier uitrijden en dan rijdt hij gewoon netjes zo. Netjes eromheen. Ja. Dus ja, waarom dat hij in de weg staat, dat weet ik ook niet. We mochten de auto niet meer aan de zijkant zetten. Dus, we hebben hem 2 meter opgeschoven. Hebben we hem 2 meter opgeschoven. En heb ik een meter, 1,5 meter van de tuin in beslag genomen. Heb ik de tegels in gelegd. En nou is meneer Verzoes nog niet tevreden. Alles draait alleen maar omdat die auto daar staat. Ja. En ik ben zo, ik laat hem staan hoe die staat. Ik denk, als hij tegen het kan zijn, kan ik het ook wel. Kunnen we naar binnen voor een kopje koffie? We kunnen naar binnen voor een bakje koffie, ja. Ja, nou, laten we binnen verder over ik dingen die bij mij geflikt heeft. Kom. Hoe lang wonen jullie al in, nou, ik zou bijna zeggen, de jungle? Ja, ik hou van Afrika. En ik vind het een heel mooi land. Ja, en ben je al eens geweest? Nee, nog nooit. Dat nog niet. Helaas niet, nee. Wie weet ooit. Ja. Zou ik uren met je over willen kletsen? Ja. Maar we gaan het eerst over de buurman hebben. Ja, we gaan het eerst over de buurman hebben. Want toen jullie hier net kwamen wonen, hè? Hoe was toen het contact met de buurman? Heel leuk, gezellig. Ja. Maar op een gegeven moment, ja, toen is het afgelopen. Toen kwam even thuis van het werk en dan vroeg hij van, wil je me even helpen? Waarmee helpen? Met de zonnescherm van zijn eigen. Ja, ik kwam uit mijn werk. Toen riep de buurman of ik hem helpen wou. Ik zei, nou, buurman, vandaag niet. Want ik ben gewoon moe. Ik zeg, als je dan gewoon komt in het weekend, ik zeg, een weekje wil helpen. Nee, dan hoeft het niet meer. Oké. Ja, dan is hij op zijn pik getrapt dat het dan niet gelijk gebeurt. Nee, je moet gelijk bij hem. En daar is gedonder allemaal mee begonnen uiteindelijk. Het moet gelijk bij hem gelijk gebeuren. Ja. Sinds Evert niet wil helpen met het zonnescherm ophangen, is dat hekje aan de zijkant gekomen. Oké, het zou van jullie willen niet helpen? Ja, daar had ik. Daar had ik een hek los. Ik heb het iets dwarsbomen, ja. Heeft hij verder pogingen ondernomen om de auto weg te krijgen? Ja, een draaibrief. Nou, we zaten hier ook rustig gewoon in de huiskamer en ik zie een mannetje op mijn pad lopen. En er werd dus een draaibrief in de briefbus gegooid door meneer Verzoes. Waarschuwing voor de bewoners van nummer 8. U moet parkeren op eigen terrein. U staat op uitrit van nummer 10 en nummer 8. U krijgt tot vanavond de tijd, 5 uur, om uw auto te ver... verwijderen. Wat doet de hele situatie met jullie? Dat doet me zeer. Het zit mij gewoon tot hier. Daarom heb ik ook jullie ingeschakeld. Mijn best weten. Ja. Voor dat akkefietje van mijn buurman slaap ik heel slecht. Veel stress. Ja. Dus daar heb ik best wel moeite mee. Het wordt volgens mij hoog tijd dat er een einde komt aan deze ellende. Dat heel goed. Wat is jullie eis voor meester Visser? Dat het hekje weggaat en dat de erfgrens
bepaald wordt. Bepaald wordt, ja. Het is mij duidelijk. Ik kom jullie zometeen weer halen als meester Visser onderweg is. Bedankt voor de koffie. En tot die tijd even rustig aan in Klein-Afrika. Doen we. Oké. Tot zo. Nou, alle gedonder met het hek zou volgens Evert dus begonnen zijn toen hij heeft geweigerd om de buurman te helpen met het ophangen van zijn zonnescherm. En volgens Eve is het gewoon een enorme zeikert. We gaan het weer beleven. Nou goed, voorlopig zit hij nog gewoon rustig in zijn stoel. Hallo? Kunt u de deur open doen? Gaat u anders ondertussen even wat voor uzelf doen? Ach, dit is wat we noemen een onderhoudsvrije tuin. Goedemiddag, meneer Van Soest. Goedemiddag. Victor. Victor. Aangenaam kennis met u te maken. Ja. Ik zie dat u nog niet heel warm gekleed bent. Mag ik u gelijk vragen om mee naar buiten te komen eventjes? Ja, maar moet ik dat die... Ja, dat is misschien wel verstandig, meneer. Want het is, het is wel aan de koude kant, zeg maar. Ja, het is niet warm, hè. Want hier draait het allemaal om, meneer Van Soest, vandaag. Ja, maar ik heb daar nooit geen probleem over gehad. Het komt er eigenlijk op neer dat zij niet blij zijn met het hek. Ja. Midden op hun oprit. Maar dat is toch geen autorit? Zij hebben mij verteld dat ze hier dan de auto graag willen parkeren. Maar dat ze nu de deuren niet meer open en dicht kunnen doen. Ja, maar dat willen jullie misschien wel, maar dat wil ik niet. Maar En waarom wilt u dat niet? Waarom niet? Omdat het een grote rotzooi was, omdat ik je haar niet nog gezet heb. De buurman maakt er gewoon een puinhoop van. Hij doet wat hij zelf wil en hij eigen alles toe. Daarom heb ik de hek geplaatst, dat ik eigen terrein had. En dat vond de woningstichting ook goed. U heeft overleg gevoerd met de woningbouwvereniging? Ja. Heeft u ook overleg gepleegd met de buren? Nooit, want die had er niks mee te maken met de buren. Nou, klein beetje? Helemaal niet. Ik zet hem op mijn eigen grond. Het hek staat op uw eigen grond? Ja. Hoe weet u dat zo zeker? Omdat de woningstichting maakt, daar zijn we ook zelf bij geweest. De woningstichting heeft gemeten en die heeft gezegd, meneer Van Soest, hier kunt u gerust het hek neerzetten. Je hebt in de grond gezet waar ik de palen moest zetten. En toen heb ik gezegd van, nou is het bij mij af. En nou ben ik er helemaal klaar mee. En toen heb ik ook gezegd van, ik zal hem ook nog geen goede dag wensen. Nee. Ik snap niet dat de buren er boos over zijn. Er is nooit over gepraat geweest. Nooit. Dus ik snap het niet. Meneer Van Soest, waarom wilde u zo graag een hek hier hebben? Ik moet met de auto uit en dan moest ik iedere keer hulp proberen dat die auto weg was. Toch zo. Dan had hij hem nog neergezet. Ja, want waar de auto nu staat... Dat mag niet. Dat mag niet? Hij staat op de gemeentegrond. Staat hij altijd zo? Nooit. Nooit? Hoe staat hij dan? Tot waar? Tot hier? Ja, verder nog. Nog verder? Ja. Ja, zo. Maar dan moet u over het gras. Ja, kijk, je kunt het zien. Dat is bewijsmateriaal. Ja. Als ik in de auto zit en ik zeg en ik zit, kijk in de buitenspiegel aan de rechterkant, sta ik gewoon op mijn helft. Dus meneer Van Soest kan er gewoon uit. En nou, de buurman die doet niks aan pesten. Boven aan met de kleinste dingen. Goed die pesten. Ja, ziet u het als expres dwarszitten van de buren? Als pesten? Ja, dat is zeker weten. Want een normaal mens doet dat niet. Ik zou het nooit in gedachten krijgen om zoiets te doen. Maar dat is toch verschrikkelijk? Ja, ging er s'avonds mee naar bed en ik stond er s'morgens mee op. Ze werd er net in verf van gehad. Allemaal vanwege de ellende met de oprit? Ik kon er niet deur, hè. De woningbouw kan mij niet helpen, de gemeente kan mij niet helpen, de politie kan mij niet helpen. Ik weet niet meer wat ik doen moet. Verzorgingstehuis. Dan hoort hij thuis, denk ik. Denk het ook wel. Daar is het beste af, denk ik, om alleen hier en dan moet je in een flitje gaan zitten, op 1 of 2 hoog. Dat hij van de buur absoluut geen glas hebt, dat de knoutjes meer in de weg staan, geen hekjes, helemaal niks. Hoe belangrijk is de auto voor u? Heel belangrijk, als ik niet meer kan ik nergens komen. Nee. Maar die kan nog niet over de hoek vandaan lopen hier naartoe. Nee, ik begrijp het. Want ik heb sukkers hier de bieren nou nog en het zou een ramp zijn. Zullen we dan maar gelijk even gauw naar binnen gaan om binnen over de zaak verder te kletsen? Ja, laten we dat maar doen. Vanuit de stoel? Dat lijkt me wel verstandiger, ja.
Nou, meneer Van Soest, daar zitten we dan in uw gezellige huisje. Ja. Hoe lang woont u hier al? 16 jaar. En met heel veel plezier? Heel veel was hier een prachtige hof. Ja, maar 3 jaar geleden kreeg u nieuwe buren. Eef en Evert. Toen heeft dus alles in duigen gevallen. Ja, echt waar? Ja. Wat zijn het voor mensen? Die zoeken ruzie. Oké. Okay. Het is begonnen toen met toen je de heining eruit haalde. Daar is mee begonnen. Ik had hier in Zoete de nieuwe heining staan met Amelie en Polen. Ja. Tot hier te horen toe. En toen heb je uit de Polen eruit gehaald en de schutting er neergezet. Zonder te vragen. En dat was nog niet schadelijk, maar toen wou je de Polen nog verkopen ook nog. En dat vond ik wel erg. Waar pesten ze nog meer mee? Vet strooien. Vet strooien? Wat voor vet? Ja, motorvet. Uit de auto, zeg maar? En, van een hele oude auto. En waar leggen ze dat dan neer? Ja, gewoon via de deur gestrooid of zo. Gewoon eerst over achter het huis. Toen had de schutting er nog niet staan. En toen begon hij te zeuren over van dat even het olie en hoe noem je dat andere spul? Koelvloeistof over zijn auto gegooid hadden. Misschien nou, ik weet zeker dat even dat niet gedaan heeft, jongen. Dan, nee, ik heb nooit geen olie in huis. Nee. Waar pesten ze nog meer mee? Vloeistof over de schutting gegooid. Met, wat voor vloeistof? Ik denk van urine. Want dan rook het nou. Maar meneer Van Soest, dan zegt u dus eigenlijk dat ze pies over de schutting gooien naar u? Ja, dat vermoed ik dan. Dat de buurman in een bakkie zou hebben gepiest en dat dan bij u? Ja, dat is best mogelijk. Zat het in een bakkie? Nee, in een plastic beker. Met een handvat. En toen gooiden ze dat bij u over de schutting. Dat heeft u gezien? Toen kwam ik vooruit. En toen zei ik toevallig dat je dit erover gooit. En dan zou ik het nooit geweten. Maar dat leeft toch wel stinken naar die urine. Ja. De buurman zegt, zij hebben dus gewoon met urine over de schutting gegooid. Dan zal ik je vertellen, mijn man heeft vogels boven. En dan doet hij die bakjes altijd schoonmaken in de emmer. Ja, de voerbakjes? Ja, de voerbakjes, weet je niet. Ja, nou, en dat water gaat altijd stinken en dan gooit je altijd buiten neer. Maar gooit dus hij dan ook bij de buurman? Nee, gewoon over ons eigen gras. Maar stinkt dat dan misschien naar urine? Nee hoor. Nee. Want de buurman zegt, ik heb het duidelijk geroken, het stonk naar pies. Nee. Ja, dan zal hij zijn bovenlip aan ruiken. Ja. Ja. En hebt u al eens met de buurman gepraat over die pesterijen? Nooit. Waarom niet? Er is niemand die met onze buurman hier kan praten. En wat doet hij dan? Hij gaat een beetje te schelden en dan de middelvinger omhoog. Dan steekt hij de middelvinger naar u omhoog? Ja, hij heeft die 2 keer gedaan. Maar wat vindt u daarvan? Ja, ik wist niet wat dat betekent. Hey? Het is niet zo netjes. Maar ik heb het op de televisie ook wel gezien. Dan zitten ze zo. Wat betekent dat? Ik snap het niet. Dan zou hij denken, het is stom voor of te oud, ik weet het niet. Nou, hebben de buren mij ook een briefje laten zien. Een briefje wat u geschreven heeft. Dat moest ik doen van de gemeente Maurik. De buren hebben dat nogal als dreigend ervaren. Was hij ook zo bedoeld? Nee. Over dat briefje zegt de buurman dus, joh, het was helemaal geen dreigbrief. Een briefje? Nou, hij dreigt bij mijn andere dingen, hoor. Had me, ja, zeker. Had mijn zusje had hij geroepen. En toen had hij tegen mijn zusje gezegd van... Je moet tegen Evert zeggen van dat hij die auto weghalen. Want ik heb een geweer in huis. Anders schiet ik hem wel kapot. Nee. Ja, zeker. Ja, dat heeft hij gezegd tegen mijn zusje. Als je iemand kan dreigen met een wapen... dan moet je gewoon zeggen van... nou, ga jij maar lekker het bejaardencentrum in. Of naar een verzorging in thuis. Maar niet in een woonwijk met iemand met een wapen. De buren hebben mij wel verteld dat u ooit een keer geroepen heeft... dan pak ik mijn geweer en ik knal hem zo overhoop. Als dat boot zou vliegen en ik kan het er niet meer uit... is mijn leven waardeloos. Dan neem ik afscheid van mijn leven, maar er gaan er wel 6 mee. 2 uur, die zuster van met de man... en die 2 die uit het gemeentehuis zitten. En zelf. 7 man. Ze gaan kopen een revolver... Dan zie ik ze er gelijk overop.
Maar ja. Dat kan u echt niet zeggen, meneer Van Soest. Dat mag u wel zeker niet doen. Dat hebben jullie gedaan, door die rotte auto door. He, die hebben we helemaal van de kook gebracht gehad. Maar dan ben ik wel heel blij, meneer Van Soest, dat we er nu bij zijn. Voordat de ongelukken gebeuren. Ja. Ik wil rust. Dat poesje wat ik nog heb, mag ik geen armoe, wil ik geen armoe hebben. Nee, absoluut niet. De buren hebben als eis dat het hekje weggaat en dat de erfgrens opnieuw wordt bepaald. Heeft u ook een tegeneis? Ja, dat de auto wegkomt. Ja. Van de plaats af. En dat de oprit volledig vrij wordt. Dat ik er een rustige auto neerrijgen. Het is mij duidelijk. Ik kom u straks weer halen als meester Visser onderweg is. Ja. Tot dan, zeg ik altijd, even rustig aan. Komt die nou nog? Ja, hij is onderweg. Maar hij is wel laat. U heeft gelijk. Ik ga hem even bellen. Goed zo. Tot zo meteen. Nou, het weer is inmiddels ook omgeslagen. Heeft zich aangepast aan de sfeer van de burenruzie. Maar we kunnen toch wel stellen dat we vandaag te maken hebben met twee totaal verschillende werelden. Aan de ene kant meneer Van Soest, een oude man van 85... die heel erg netjes is op zijn huis en zijn tuin. En aan de andere kant hebben we Eve en Evert. En die zijn meer van, joh, doe maar en lang leven de lol. Nou goed, het wordt de hoogste tijd volgens mij dat meester Visser naar Linde komt om ook zijn plasje over deze zaak te doen. Ik heb met beide partijen afgesproken op de oprit. Meneer Van Soest staat al te wachten. Eve en Evert, komen jullie er ook bij? Jazeker. Het is pokkenweer, maar het is niet anders. Nee. Nou dacht ik zo, ik stort mezelf letterlijk en figuurlijk op het probleem. Ja, het hekje. Geven we elkaar nog een hand? Ja, tuurlijk. Ries, maar niet. Is de moeite waard? En de buurmannen, geven die elkaar nog een hand? Nee. Ik geef meneer Van Soest geen hand, want bij mij is de kous gewoon klaar. Meneer Van Soest, u heeft het gevoel dat u gepest wordt. Ja, dat gevoel heb ik, ja. Waarmee dan, Ries? Met de auto. Ja, waarom staat die auto jou in de weg dan, als ik vragen mag? Hij maakt toch niet staan? Nou, maakt hij wel. Waarom niet? Hij staat buiten. Is dat stuk voor jou dan? Dan had jij dat hekje daar niet neer moeten zetten. Ja, ik ga het dan niet gaan. Ik had mijn auto neer kunnen zetten. Hij zet expres die auto door neer, omdat je weet dat ik het vervelend vind dat die auto doorstort. Dan hebben we nog een verhaaltje over vloeistof. Er is vloeistof gegooid over de schutting van meneer Van Soest. Ja, wat voor vloeistof? Meneer Van Soest dacht dat het urine was. Ja. Zo rook het. Ja. Ik heb een wc binnen waar ik op kan gaan zitten. Niet, hoef ik buiten niet te doen, Ries. Urine en al die toestanden nog meer. Ja, niet gebeurd hoor. Daar heb ik bij een ander man over de schutting te zoeken. U heeft het gevoel dat u gepest wordt, maar dat hebben de buren eigenlijk ook, hè? Ja, dat wij de auto hier niet meer neer kunnen zetten. Wij kunnen de auto hier niet meer. In ieder geval, dit is mijn erf. Hij heeft de woningstichting uitgezet. En daar witte ze. Oh. Hou u goed vast. Het is me rot weer ook, hè, om zo buiten te staan en te staan zeuren over zo'n hekkie. Maar het moet gebeuren. Jullie zeggen, meneer Van Soest heeft onder andere gedreigd. Ja. Met een geweer. Ja, hij had mijn zusje liep buiten en hij stond de deuropening. Toen had meneer Van Soest gezegd van, maar goed, luister, Ineke, jij gaat nou een regen zwager zeggen dat hij die auto weghaalt. Want ik heb een geweer in huis en dan schiet ik hem maar kapot. Het is toch belachelijk. Maar heeft u dat gezegd, meneer Van Soest? Ik heb dat niet. Mijn zusje gaat er niet om liegen, Ries. Grote leugen, een grote leugen nog. Hij blijft toch weer volhouden dat hij dat niet gezegd heeft. Het is gewoon een grote leugen nog. Ja. Dan hebben we ook nog de middelvinger, hè, meneer Van Soest? Ja. Of heb ik nog zo'n enkel iemand? Ik zou nooit mijn middelvinger. Je hebt geen middelvinger opgestoken. Nooit van mijn leven. Nou, dat is goed nieuws. U komt als geroepen. Ja. Meester Visser, mag ik u welkom heten in Linden? Ja. Ja. Dit is het hek waar het om gaat. Dit is meneer Van Soest. Ja. Dag meneer Visser. Die woont hier. Ja. En dit is meneer Evert. En die woont aan deze kant. Zullen we eerst maar eens even gaan meten? Wat wilt u weten? Ja, de afstand tussen de geven. En dan had ik. Kijk. Oh, kijk eens af, een goede meter. U bent normaal gesproken iets professioneler uitgerust. Nou, dat was ik ook wel. Maar weet jij nog wie deze het laatst heeft gebruikt? En dan zo teruggeven. Hoe moet het nou? Ik heb nog een ander. Oh, je wist het, hè? Houdt u hem er tegenaan? Ja. Ietsjes lager. 4,65 meter. En nu komt het. Nu gaan we naar het hekje meten. 2,31 meter. Kijk. Ik had niet verwacht dat het hekje er in het midden zou staan. Nee, ik dacht dat hij een stuk groter was dan Steven Hans. Nou, maar nou, waar komt die auto dan? Die moet weg, zegt hij. Ja, moeten we eerst maar eens even gaan proefrijden. Ja, even de sleutel van de auto. Heb je die? Jazeker. Dank je wel. En is die verzekerd? Ja, hij is verzekerd.
Even zeggen. Hou u goed vast, want achteruit rijden was nooit mijn sterkste punt. Tijd voor een bakje koffie, Ries. Ja, het is een hele kan je het zien? Zo strak mogelijk tegen de muur, zo wil zij dat ook. Verder, verder. Ja. Ik durf hem niet nog dichter tegen de muur, want dan krijgen we schuurplek. Verder, verder. Ja, nog een klein stukje. Ja, stap maar. Daar staat hij ongeveer. Zo? Ja. Je kunt er wel in, maar je kunt er niet uit. Dat is niet te doen. Beetje slangenwerk. De deur gaat wel een stukje open, maar hij moet er helemaal overheen kruipen. Dat is geen gedoe. Kijk, hij kan er amper uitstappen. Nou, het is wel een hele tour voor een boodschapje, vind ik, hoor. Ja, meester Visser en Victor hebben laten zien dat wij gelijk hadden. Ja. Ja. En niet anders. Nee. Ik zie daar de heren van het kadaster. Ook even voor de mensen thuis. U vroeg zich af, waar blijft het kadaster? Nou, ze zijn er. Kijk. Heren. Waar ik met name benieuwd naar ben, de woningbouw, de verhuurder, die heeft eigenlijk hun grens aangegeven. Maar er loopt ook een kadastrale grens. Ik ben benieuwd of die ook ongeveer hetzelfde loopt. Nee, totaal niet. Oh. Totaal niet. Nee. Dit was voor een oude ruilverkavelingsgrens, een oude sloot. Nee, en die gaan we uitzetten. Linten ompalen. U kunt mij overal voor bellen. Als er maar een paal aan de pas komt, zeg ik dan, hè. De paal staat niet bij het hekje. Nee. Dit is wel wonderlijk. Ja, die auto die staat kadastraal gezien een beetje ongelukkig. Ik snap er geen ene moe van. Alles loopt niet. Ik zie ze door meten en alle toestanden. Ik snap er geen ene moe van. Dus de kadastrale grens, die loopt dwars hier doorheen. Ja. Dit is allemaal gemeentegrond. Ja. Dus die bloembak, die staat ook op gemeentegrond. Oké. Zie je wel dat ik gelijk heb? Dan pak ik gewoon de gemeentegrond en ik weet hoe het zit. En hoe het vroeger was toen ik hier kwam. Beste mensen, we hebben het allemaal bekeken hier. We gaan nu naar de hoorzitting en dan gaan we over de zaak praten. En dan is het lekker warm daar. Ja? Ja. Zie ik jullie zo, hè? Prima. Tot straks. Tot straks. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.